Nee, dat die niet. Oké. Ik denk dat ik aan het filmen ben. Mannen, zeg het een keer. Hey! Hey! Hoppakee! Iets. Larissa! Hey! Oh, sorry Martijn. Ja. Moment of fame. Hoppakee! Wil ik sorry zeggen tegen iemand? 61! Had ik dat nu juist gegokt? Oké, dus welkom bij M&M Student Late Night. Van deze week is de beuk aan Thomas Moor. En we komen zelfs al met de Snapchat live op de vlog. In de... Wow. Oh, ben je aan het filmen denk ik zelfs. Okay. Jawel! Dus, een van onze onderwerpen voor de uitzendingen is de sorry-lijn. En daarin gaan wij sorry zeggen tegen bepaalde personen. Mama, papa, juf, tante, oom, nonkel. Dat is hetzelfde. Grootouders. En ik ga ook gewoon eens langs gaan bij de mensen hier bij mij in de ruimte, dus mijn medestudenten, en vragen tegen wie zij sorry willen zeggen. Zeg het, jongen. Tegen een meester van mijn middelbaar. Sorry, meester, dat ik per ongeluk een sneeuwbal in jouw gezicht heb gegooid. Dat was heel per ongeluk en ik zal het nooit meer doen. Vijf, vier. Wat? Moran. Ja? Zeg het eens. Tegen wie wil jij sorry zeggen? Welgemeend, hè? Welgemeend. Ik heb ooit, deed ik vakantiewerk. In het shoppingcenter, bij een winkel. Kledingwinkel. Shoppingcenter als in Weinigem. Weinigem shoppingcenter. Ja, 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 ja. En even reclame maken. Ja, ja. En dat werk lag me echt totaal niet. Het was in een kledingwinkel. En ik heb toen dus 2 dagen gewerkt. En toen heb ik ineens een mail gestuurd om te zeggen dat ik nooit meer ging komen. Maar ik heb daar ook nooit voor gebeld, dus sorry. Hij is wel niet. Ik ga zijn hoofdje vastpakken. En? Nee, pak niet af. Allee, ik ga hier nog eens inspreken. Bent er van de hoogte dat vandaag 2 DJ's komen? Ja, inderdaad, zeker. En je had een vraag? Ja, ik zou zelf later graag ook superbekende DJ willen worden. Ja. Dus ik ga nu aan die mannen vragen wat dat je eigenlijk moet kunnen om zo'n goede DJ te worden, wat dat je daarvoor moet doen. Dus we hebben hier twee DJ's bij ons. Dat is Simon. Hey. Simon is het, excuseer. Simon. Ja, inderdaad, klopt. En Toloko. Hallo! En mannen, ik heb vooral een vraag. Wat moet je eigenlijk doen om een goede DJ te worden? Oh, genoeg draaien. Veel draaien. Echt veel. Oké, dan gaan we dat proberen. Hè. En ben ik nu een goede DJ, denk je? Man, nee gast, je moet wel echt draaien met een installatie, hè. Allee. Oh nee, al die moeite voor niets. Ja, ik ben op zoek naar BV's. Wij zijn op zoek naar BV's. Ik ben mensen aan het contacteren die sorry willen zeggen aan hun mama, hun papa, hun baas en hun leerkracht en hun medeleerlingen. Ja. En ik ben die BV's aan het opbellen en aan het zien of dat zij iets zouden willen inspreken en sorry zouden willen zeggen. En pakken ze op? Ja, niet allemaal. Eerlijk? Niet allemaal. Zijn we scherp? Grootouders. We zijn scherp. Sorry mama, dat ik vroeger nooit goed was in mijn kamer opruimen. En dat ik nu soms ook vraag om mee te komen kuisen bij mij thuis. Oké. Er is dus een site waarmee je kan berekenen hoeveel kameel je waard bent. En hij noemt heel eenvoudig camel calculator. Oké. Ben heel benieuwd. Dus we gaan zien hoeveel kameel Simon waard is. Je bent wel niet blond, dat is net schijnt. Ah ja, ik ben nu ook minder blond, maar normaal ben ik. Ja. Pakt 69. Een goeie. Hebben we uw oogkleuren al geraden? Bruin. Oh. Oh. Hoeveel zet je ervoor? 61! Had ik dat nu juist gegokt? Ja. 61 kameel. Dat is wat je zei. Ja. 3 dagen hebben we hier gezeten op M&M. 3 dagen zijn nu voorbij. En aangezien we hier met een hele groep zaten, wordt het tijd dat we eens afscheid nemen van iedereen. Larissa en Carmen, hallo. Zeg eens dag tegen iedereen, want we zijn afscheid aan het nemen. Dag. Het is al gedaan. Oh, dag allemaal. Billy. Yo. Afscheid nemen van onze kijkers en luisteraars. Dag lieve vrienden. Hopelijk tot een volgende keer. Koen. Dat is heel enthousiast. Oké, volgende. Nellis. Toch even fatsoenlijk om de vlog. Afscheid nemen van onze lieve kijkertjes. Wie? Die 2 mensen daar. Ja? Ik heb koffie gemorst op je trui. Oh, dat is gênant. Sorry. Dag. Snel. Doei. En hij gaat presenteren vanavond. Ja. Ah, succes. En Moran nog. Ciao.
Voilà, ik vind iedereen heeft dat gezegd en nu is het nog enkel aan mij om dat te zeggen. Dankjewel voor het kijken en hopelijk was het de moeite waard. Hè. Dat is mijn eerste.